grond is afgebakend, de piketpaaltjes worden geplaatst. De palen gaan erin. De verdering wordt gestort. Er waren regelmatig bouwvergaderingen en dit is de uitvoerder. Hij is geen broeder, het werk was uitbesteed. Maar het meeste werk werd toch gedaan door onze broeders en zusters. En hiervoor waren afspraken gemaakt. Er werd met hem fijn samengewerkt. Met een pneumatische hamer worden van de betonpalen de koppen gesneld, zodat het daarna één geheel gaat vormen met het te storten betonbalken, wat nodig is voor de fundering. Het werk vordert gestaag. Zie eens hoe ver het werk nu gevorderd is. Inmiddels is het zo ver dat de muren worden opgemetseld. Wat doen deze broeders daar op het dak? Wat zullen ze gaan doen? Het hoogste punt is bereikt. Het gaat gepaard met een ceremonie. En dat gaan we nu zien. Het werk gaat verder. De dakbedekking komt erop. Met een teerproduct ontstaat een waterdicht dak. De vloeren worden afgesmeerd. De vloertegels komen erin. Secuur werk, want het moet allemaal recht lopen. Hier zien we de elektrische voorzieningen. We naderen nu de voltooiing. We zijn nu aan het schilderwerk toe. We gaan verhuizen. De Koningslaan wordt verkocht. Te koop, kapitale pand, Koningslaan nummer 1. Hier zien we de ingang. De receptie met broeder Nonkes. Er is nu veel meer ruimte dan in de Koningslaan. Met de voorziening van een dictafoon kan de tekst van een brief op een recorder opgenomen worden, waarbij anderen het weer kunnen afluisteren en uittikken. We zien het hier gebruiken met een hoortelefoontje in het oor. Iedereen is op zijn nieuwe werkplaats blij met dit moderne gebouw. Dit is de plek voor de abonnementen.
De ponsplaatjes worden geslagen. En als de tijdschriften aankomen, is er werk aan de winkel om met behulp van de ponsplaatjes en de adresseermachine de tijdschriften gereed te maken voor verzending. Even een kijkje nemen in enkele van de privékamers waar de Bettelfamilie gehuisvest is. De nieuwe bibliotheek. De eetzaal. Moderne keuken. De was- en strijkafdeling. En tenslotte de Koninkrijkzaal.